Hallo, ik ben Nelly. Hallo, ik ben Liva. Toen we net geboren waren, dachten ze dat we het niet zouden overleven. We staan hier nu. We zijn 18. Neve and Nelly are craniopagus conjoined twins. Born with their craniums fused together, they are attached at the back of their heads. With only 6% of conjoined twins being craniopagus, they are the rarest kind in the world. Los van onze lichaam, maar vast aan onszelf. Nee, we hebben niet dezelfde hersenen. Nee, we kunnen elkaars gedachten niet lezen. Ik zou niet eens willen wat je niet van denkt. Wat vind je? Ik heb mijn paard hierheen ervan. Dat betekent dat ieder zijn eigen ding kan doen. Lopen, praten. Eerst poetst de ene en dan draaien we om. En daarna poetst de andere en dan draaien we om. Now living in the Netherlands, the twins started out life in very different circumstances. Wij woonden in Suriname, dat is in Zuid-Amerika. En mijn moeder is erachter gekomen tijdens de bevalling dat ze inderdaad een Siamese tweeling had. En toen zij geboren waren, het was heel erg negatief. Men ging zich afzonderen van onze familie. Die gaven ook aan van dat het mogelijk met voodoo te maken heeft. Mijn zusjes zijn op jonge leeftijd eerder naar Nederland gekomen met de mogelijkheid om gescheiden te worden. Dat wilden onze ouders voor een betere leven voor hun natuurlijk. On investigation, it was discovered the twins share an important vein in their head, which makes it impossible to separate them. Ze hebben inderdaad een levensslagader dat hun in leven houdt. En inderdaad, als ze daar, en dat moet in feite, als je uit elkaar wil halen, moet je dat scheiden. En als ze dat doen, ja, dan mogen ze begraven en dat willen we niet.